leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik jullie vertellen wat ik allemaal heb gedaan in de maand januari. Zoals jullie zien is de achtergrond al heel erg anders. En dat herinneren jullie vast nog wel van mijn allerlaatste maandelijkse video. Die was namelijk in het oude huis. Want een heel belangrijk punt deze maand is dat ik ben verhuisd. Ik ga jullie straks mijn kamer nog laten zien en er wat over vertellen. Maar we gaan eerst gewoon beginnen met het allereerste punt in deze video. Ik ben deze maand met Lisa naar de film geweest. Lisa is een vriendin van mij van de basisschool en nu mijn oude buurmeisje. Ze woonde tegenover me toen ik in het oude huis nog woonde. En om een soort van afscheid te nemen, het klinkt heel gek want we nemen helemaal geen afscheid. Maar we vonden het gewoon heel erg leuk om met z'n tweeën naar de film te gaan. De ene keer kijken we een film bij iemand anders thuis en we gaan vaak naar de bioscoop. We gaan naar de Comunita, we doen eigenlijk best wel veel. En we wilden deze maand allebei de film Sof 2 kijken. Dus we zijn daar naar de film geweest. Ik vond het echt een hilarische film, hij was echt heel erg leuk. Sof 1 had ik ook al gezien, dus ja, dan moet je Sof 2 natuurlijk ook kijken. En ja, verder is het best wel gek dat ze nu niet meer eigenlijk mijn buurmeisje is, maar ja, we gaan elkaar nog vaak genoeg zien. We wonen niet heel ver van elkaar alsnog, dus het komt helemaal goed. Ook ben ik deze maand een dagje naar Rotterdam geweest met mijn vriend Anton. We hadden deze maand namelijk 3 maanden. En om dat te vieren gingen we gewoon naar Rotterdam, een dagje winkelen. En ja, het was eigenlijk heel erg gezellig. We hebben geluncht, we hebben lekker in een cafeetje gezeten. We zijn s'avonds nog uit eten geweest in La Cubanita. Hij weet wat ik lekker vind. En ja, dat was gewoon een hele gezellige dag. En wat ik die dag heb gekocht, ja, dat hebben jullie in de vorige video kunnen zien. Dat is namelijk 2 boodschappentassen vol met Yamin snoep. Ben je benieuwd naar wat ik allemaal heb gekocht? Kijk dan even bij de link die hier in de beschrijving staat. Dan is een link naar de video. En daar heb ik alles in laten zien wat ik heb gekocht. En ik proef nog een paar dingen. Dus als je dat leuk vindt om te zien, kun je daarheen. En verder heb ik ook nog een hele leuke lipstick gekregen. Ik heb hem nu ook op en ik zal hem nog eventjes laten zien. Het is een lipstick van MAC in de kleur Fast Play. En ik zal hem even close-up laten zien. Dit is de verpakking. En dit is de kleur. En zo ziet hij eruit op mijn lippen. Hij ziet er eigenlijk donkerder uit op de lipstick dan op mijn lippen. Maar het is zeg maar een oude roze kleur. En ik ben er echt heel erg happy mee. Dus die heb ik gekregen en we zijn naar de markthal geweest. Dat ik echt een hele leuke plek vind om ja, daar te winkelen en al die kraampjes langs te gaan. Dus kortom, het was een hele leuke en lange dag. Maar ik heb het echt enorm naar mijn zin gehad. Wat ook nog een heel bijzonder punt was deze maand, is dat mijn allerbeste vriendin Eline weer terug is van een half jaar Australië. Ze heeft daar een half jaar lang stage gelopen. Ik heb het een half jaar lang ook in een video verteld. En ja, die 6 maanden zijn echt voorbij gevlogen. Maar ik vond het toch ook wel weer heel erg fijn dat ze terug was. Ik ben daar samen met een andere vriendin en haar ouders gaan ophalen van Schiphol. En we hadden zo'n hele leuke cheesy ballon voor haar gekocht. En nog wat andere cadeautjes. En het was echt heel erg leuk om haar weer te zien. Dus ja, we gaan deze maand weer heel veel bijpraten. Want we hebben natuurlijk een half jaar in te halen. Dus volgende video zien jullie vast wat we allemaal hebben gedaan. En dan natuurlijk het allerlaatste punt in deze video. De verhuizing. Ik ben halverwege januari verhuisd naar dit huis. En dit is natuurlijk mijn nieuwe kamer. En voordat ik jullie mijn kamer laat zien, zal ik eerst nog even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb heel veel accessoires gewoon van mijn oude kamer meegenomen. Ik heb alleen een nieuw bed, een nieuw bureau. En ik heb heel veel kaarsen gekocht. Ik weet niet waarom, maar ik vind kaarsen gewoon heel erg leuk. Dus ik zal ook één voor één even laten zien wat ik daarvan heb gekocht. Oké, ik ga het proberen te laten zien zonder dat het valt. Ik heb allereerst dit plateau gekocht met 4 kaarsen. Het zijn een beetje de kleuren van mijn kamer die je ook terugziet in de rest. Het is heel veel grijs, wit en ook een klein beetje roze. En dan nog zo'n zilver plateau erbij. Ik vind het echt super leuk. En dit ga ik nog neerzetten op het kastje wat jullie straks zien. Maar dan moet eerst nog even plank opgehangen worden, want het is nog niet helemaal af. Maar dan heb ik dit in ieder geval een hele leuke decoratie. Ook heb ik bij de Action nog deze geurkaars gekocht. Het heet de Marvelous Marble Home Vanille. En nou ja, dat is natuurlijk een vanillegeur. Maar wat ik heel erg leuk vond aan deze kaars is dat het dus zo'n marble print heeft. En ja, een vanillegeurkaars is natuurlijk altijd lekker. En dan heb ik nog een bestelling gedaan bij Yankee Candle. En die geurkaarsen zijn echt goddelijk. Ik heb een keer een klein geurkaarsje gekocht in Dublin toen ik daar was. En dat vond ik zo'n lekkere geur dat ik die nogmaals heb besteld. Het was namelijk de geur Clean Cotton, oftewel schone was. Nou, en als ik iets lekker vind ruiken, is het wel schone was. Dus hoe chill is het als je hele kamer naar schone was ruikt? Ik heb 2 van deze gekocht. Dit zijn van die melt dingetjes. Die doe je in een brandertje en dan smelten ze en dan geven ze geur af. Die heb ik in de geur Clean Cotton, die ik al een keer had. Echt goddelijk. En ik heb de geur Fluffy Towels. En die vind ik eigenlijk misschien nog wel lekkerder.
Want dat is ook een schone wasgeur. Het is echt, ik ben hier echt verslaafd aan. En ik heb een hele grote pot gekocht. Ook in de geur Clean Cotton. Dit is echt een ontzettend groot ding. Maar oh, dat ruikt zo lekker. Als ik dit aansteek, nou, dan lijkt denk ik het hele huis naar schone was. En dat is niet verkeerd. En dan zal ik jullie nu nog even mijn kamer laten zien. Dit is mijn kamer als je de deur binnenkomt. Dan zie je gelijk de hele ruimte. Het is echt een ontzettende grote kamer. Het is groter dan ik al had. Hier links zie je gelijk het nieuwe bed. Eens even kijken of ik het helemaal in beeld krijg. Dit is een heerlijk tweepersoonsbed. Wat je ook kan inschuiven tot een éénpersoonsbed zoals je ziet. Dus ik heb hem nu gewoon lekker tweepersoons. Ik heb ruimte zat. En oh, het slaapt zo lekker in je eentje. Dan een spiegel op de deur. Hi. Als we verder lopen, zien we hier nog een nachtkastje, soort van. Dat ik even wat boeken en wat spullen die ik 's nachts gebruik, zoals lippenbalsem of zo, dat ik dat even daar neer kan leggen. Hierachter zit allemaal rotzooi, wat je toch niet ziet, is ideaal. Dan dit kastje, die kende je nog wel van mijn laatste roomtour van een paar maanden geleden. Toen had ik heel mijn oude kamer geverfd. En dit nieuwe kastje gekregen. De spullen die erop staan, die stonden op de plank achter mij. Die plank, die ligt nog hier op de bank. Met nog wat andere rotzooi. Want die moet nog hierboven opgehangen worden. En dan kan ik gelijk al die versiering die hierop staat op die plank zetten. En dan leg ik hier die plateau met kaarsen neer die ik net heb laten zien. Nou, dan hier de bank. Die bank die komt ook van mijn oude kamer, dus die is verder niet nieuw. Ja, mijn tassen liggen erop en nog wat rotzooi. Let er maar even niet op. Dit is mijn bureau. Die is ook helemaal nieuw. En het hoort bij de malmstijl, omdat dat kastje ook malm is. Bureaustijl had ik al, maar ik vind het echt een superleuk bureau. En het past precies over mijn verwarming heen, zo voor het raam. Dus ik kan nog lekker naar buiten kijken ook. Er staat een bos bloemen die ik heb gekregen van Anton. Ik heb hier nog wat foto's neergezet. Die ga ik denk ik ook nog eventjes verplaatsen. En hier staan nog wat geurkaarsen die ik aan het branden ben. Want nou ja, zoals ik al heb verteld, ik hou van geurkaarsen. Die bloem die had ik al. En ja, dit is verder ook allemaal niet nieuw. Maar ja, in totaal vind ik het wel echt super leuk eruit zien. En dan hebben we hier nog drie hele grote schuifkasten. Daar zit allemaal rotzooi achter. Mijn kleding, rotzooi, kantoorspullen van mijn moeder. Dus het is niet allemaal voor mij. Want zoveel spullen heb ik nou ook weer niet. Maar dat is in ieder geval heel goed opbergruimte. En ja, alsnog hou ik een heel groot oppervlakte over. Dus dit is mijn kamer. Dit is mijn roomtour. Dit was de video voor deze maand. Vond je de video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je meer video's van mij wilt zien. En dan zeg ik, zoals altijd, tot de volgende video.